Waar gaan we dit doen, jongens? Het is ontploft hier. Moment. Oké, ik heb even ruimte gemaakt. Ik heb het gewoon allemaal hierheen verplaatst. Maar goed, maakt niet uit. Ik zou het eigenlijk gewoon in de kast moeten stoppen, maar ik heb geen zin. Ik ben ook maar een mens. Komt de andere keer wel. Maar vandaag dus een ander filmpje dan jullie van mij gewend zijn. Ik ga eindelijk mijn Q&A opnemen. Zoveel mensen hebben gevraagd naar deze video en ik nam hem maar niet op, dus vandaag is de dag. Hier heb ik mijn laptop, daar staan alle vragen op. Ik film dit namelijk met mijn telefoon, dus ik kan mijn telefoon niet in mijn hand vasthouden. Het wordt een kort filmpje, we gaan er snel doorheen, want ik weet dat jullie niet van pratende filmpjes houden, mensen. Ik weet het. Ik weet dat jullie liever actie willen. Jullie willen gewoon leuke beelden, korte beelden en niet dat gepraat. Maar goed. We gaan er gewoon snel doorheen, dus let's go. Oké, let's go. De allereerste vraag is natuurlijk, wat is mijn naam? Ik krijg deze vraag van alle kanten en ik snap het. Want aan mijn gebruiksnaam kan je dat natuurlijk niet zien. Het is allemaal niet zo spannend. Ik zal het even kort uitleggen. Mijn naam is Demoe. D-M-O-E. Dirk Marie Otto Eduard. En nu denk je zeker van, wat een rare naam. Ik snap het, jongens. Nou, het zit zo. Het is een Arabische naam. En eigenlijk zeggen wij Demoa. Demoa. Weet je wel, maar die klank. En het betekent tranen. En ik zeg altijd tranen van geluk. Mijn moeder zal waarschijnlijk iets anders zeggen. Maar ik vind tranen van geluk. Dus ja, dan weten jullie nu dus hoe ik heet. Maar nog een kleine toelichting. Toen ik dit account ging aanmaken. Nou, eigenlijk ben ik begonnen met TikTok. Toen ik mijn TikTok-account ging aanmaken, toen dacht ik, ja, als ik de moe in de gebruikersnaam verwerk, dan snapt niemand dat. Want iedereen gaat denken van, ha, hoe, wat staat hier? Dus ik dacht, ik heb natuurlijk een dochtertje, die heet Noor. En ik ben de mama van Noor. Dus ik dacht, weet je wat, we doen gewoon mama van Noor. Lekker makkelijk. Krijg ik ook geen vragen over, hè, wat staat hier of hoe spreek ik dit uit? Dus zodoende is dit allemaal tot stand gekomen. Maar goed, eigenlijk mijn echte naam is dus Demoe. Oké, nou hebben we dat dus duidelijk. Ik zei dus al dat het een Arabische naam is. Dan willen jullie ook zeker weten waar ik vandaan kom. Ik kom uit Irak, mensen. Ik ben geboren in Irak en op 4-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Dus ik was heel jong. En ja, ik weet er eigenlijk niet veel meer van, gelukkig. Hoe oud ben ik? Ik ben 31 jaar. Oud hart. Ik weet het. Ja, snel door naar de volgende. Nu ga ik deze vraag erbij pakken. Ben je een Belg? Nee, ik ben geen Belg. Ik kreeg de vraag, wil je nog een kind? Ja, zeker. Ja, ik heb er ook nooit echt geheimzinnig over gedaan. Ik zou er wel 11 willen als het aan mij ligt. Nee, grapje. Een heel elftal is iets te enthousiast. Dan moet je me zeker afvoeren naar een gesticht. Maar zelf kom ik uit een gezin van 3. En het lijkt mij dus ook heel leuk om 3 kinderen te mogen krijgen, hebben. Want ik vond het wel gezellig. Het opgroeien met 2 broers. En hè, je bent nooit alleen. En ja, als meisje word je toch wel beschermd door je 2 oudere broers. Dus ik vond dat erg leuk en ja, ik zou zeker dus nog wel meer kinderen willen. Even kijken. Deze is leuk. Wat is je favoriete vakantieland? Oké. Ja, sorry jongens als ik zo krap, want ik heb uitslag. Zie je dat? Oké, mijn favoriete vakantieland. Ik ben op zich wel naar een aantal leuke landen geweest. Maar ik denk dat de 2 leukste Curaçao en Dubai zijn. Dus dat is een beetje lastig. Als ik echt moet kiezen, ga ik toch voor Curaçao. Want ik vind eilanden gewoon heerlijk. Ze spreken de Nederlandse taal. Het is super lekker weer. Lekker eten. Tropisch. Toen ik daar was, leek het net alsof ik in Nederland was, maar dan veel warmer met strand en ja, 10 keer leuker. Dus Curaçao is de winnaar. En hoeveel kinderen wij dus zouden willen?
Nou, dat heb ik dus net al verteld. Kijk, ik zou er wel heel graag 3 willen. Maar Bas, die is wat lastiger daarin. En die moet ik nog overhalen. Hoe ik dat ga doen, dat weet ik nog niet. Maar, want hij wil er zelf 2. 2 vindt hij genoeg. Maar die derde, die moet ik nog even een beetje op zijn gevoel inspelen. Komt goed. Hoe zou Noor heten als ze een jongen was? Dat vind ik ook echt een hele leuke vraag. En dat is een beetje lastig om antwoord op te geven. Want misschien dat ik die naam ooit nog eens wil hergebruiken. Stel hè, dat we een jongen mogen krijgen. Ik vind het nog steeds een leuke naam. Dus ik hou hem nog steeds in gedachten. Mijn man vindt hem ook nog steeds leuk. Zal ik een hint geven? Het begint met een Z. Meer zeg niet. Oh ja, dit vond ik ook echt een hele goede vraag. Zijn jullie al aan het kijken naar welke school Noor gaat? Nee, eigenlijk niet. Maar daar heb ik eigenlijk ook wel hulp bij nodig. Want vanaf wanneer moet je dat doen? Volgens mij zo snel mogelijk. Noor is 2,5 jaar. En we hebben dat nog niet eens geregeld. Dus ja, daar moeten we even goed over na gaan denken. Het is lastig, want ik woon hier heel fijn, heel leuk, heel gezellig, gezellige buurt. Jullie zien het ook in de beelden, in mijn vlogs. En ik krijg ook veel reacties over dat het een knusse buurt is. Alleen, ik weet dus niet of wij hier nog jaren zullen blijven wonen. En daarom vind ik het lastig met de school uitkiezen. Want dan denk ik, gaan we meer die kant op? Of juist hier in de buurt? Ik weet het niet, het is lastig. Hoe hebben jullie dat gedaan? Vertel. Ik stel gewoon een vraag terug in mijn Q&A. Ja, dat is een goeie. Als jullie weten hoe je dat moet doen of hoe hebben jullie dat gedaan, dan hoor ik het graag. Vind ik het leuk om te vloggen? Ja, zeker. Daarom doe ik het. Ja, echt. Ik geniet er heel erg van. Ik vind het leuk om dingen vast te leggen. Maar ik vind het nog leuker om te editen en dingen te creëren. Eigenlijk begon het gewoon met korte filmpjes en mini-vlogjes op TikTok. En als je me daar nog niet volgt, check even mijn TikTok. En uiteindelijk dacht ik van YouTube lijkt me ook heel leuk. Tenminste, ik was al wel van plan om het ooit uit te breiden. Ik wist alleen nog niet wanneer. En nou was dit jaar dus het moment. Oh nee, ik ben vorig jaar begonnen. Ik ben november 2023 begonnen, denk ik. Vorig jaar. Eind vorig jaar ben ik begonnen. Ja, dat was gewoon het moment. En eerst met shorts plaatsen ben ik gestart. En daarna ging ik echt lange vlogs maken, lange video's. Dus ja, superleuk. Ik heb het echt naar mijn zin. En vooral ook als ik zie dat ik er steeds makkelijker en chiller in word. En de reacties die mensen reageren, dat vind ik al helemaal leuk. Natuurlijk heb je ook af en toe een paar gekkies. Maar hè, dat negeren we gewoon. En dat ben ik al gewend van TikTok trouwens. Daar heb je heel veel koekoek gekke mensen op. En de moedermafia die is daar heel actief. Kan je een keer een house tour doen? Weet je, heel eerlijk, mijn huis is niet interessant genoeg om een house tour te doen. Dus die sla ik even over. Om heel eerlijk te zijn, gaat er ook al best wel veel online. Dus sommige dingen moet je ook privé willen houden. Vinden jullie dit leuk trouwens? Van de Shein. Een emmertje heb ik, want een small was te klein. Hoe ik Bas heb leren kennen, dat is best wel een grappig verhaal. Ik werkte bij een sneakerwinkel, de JD Sports. Jullie kennen het vast wel allemaal. En daar had ik een collega waar ik heel goed bevriend mee ben. Geraakt, nu nog steeds dus. En dat was weer een hele goede vriend van Bas. Maar toen ik bij de JD Sports werkte, dat deed ik in het weekend, naast het studeren, liep ik ook stage bij AZ, voetbalclub AZ. Ja, mochten jullie het nog niet weten jongens, ik woon in Alkmaar. Maar ik denk dat dat al een beetje bekend was. Maar ik werkte dus ook bij AZ. En toen moest ik ik werkte op de financiële afdeling bij AZ. Maar ik moest werken bij een wedstrijd. En toen had ik dus die hele goede vriend van mij uitgenodigd. Van joh,
kom naar deze wedstrijd vanavond. En hij nam dus Bas mee. Nou, toen zagen we elkaar. En de rest is geschiedenis, zoals mensen dat zeggen. Maar nee, het was echt een hele leuke ontmoeting. En ik dacht gelijk, oeh, ben jij een knappe, lange Hollandse jongen, weet je wel? Leuk om te zien. En bij mij dacht hij blijkbaar hetzelfde. Niet Hollandse dame, maar wel een leuke, knappe meid. En ja, zodoende. En nu dus zo'n 3,5, 4 jaar verder hebben we een dochtertje samen. En zijn we nog steeds helemaal happy. En ja, wonen we dus hier gezellig met z'n drietjes. Ben je zwanger? Nee, ik ben niet zwanger. Nee, ik had het dus over babyfever in een filmpje. En ja, ik heb zeker babyfever. Dus als ik baby's om me heen zie, denk ik, oh, wat schattig. Oh, wat leuk. Maar ik ben niet zwanger. Ik denk dat ik alle vragen heb beantwoord, jongens. Leeftijd, naam, afkomst, over Bas, over mij, over Noor, van alles en nog wat. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden en leuk om elkaar beter te leren kennen op deze manier. Ja, ik praat altijd met mijn handen, ik weet ook niet waarom. Maar goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als jullie dit dus een leuke video vonden, doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Je weet hoe dat gaat, al die dingetjes. Tot de volgende. Adios.